Gegroet u allen, zeg ik. Gegroet in welzijn en in tegenspoed. Wij groeten u in het nieuwe jaar als Pieternel en Thomas Vaar. Of bent u al een ouder stel als Thomas Vaar en Pieternel? Wij geven u in kreupeldicht een spetterend jaaroverzicht. De eerste kreupel is eruit en we zijn nog lang niet aan het besluit. Want oh, er zijn zoveel schandalen waar wij over gaan verhalen. De politiek, de binnenstad, altijd is er wel eens wat. Wat moet er trouwens gebeuren met dat stadhuis van nu, vol scheuren? Wat ik wil, dat zeg ik niet, maar het rijmt op dynamiet. Blaas het maar op, een goed idee, zand erover, weg ermee. Maar Thomas Vaar, het is van professor Oud. Nou, mijn kind, dat laat mij koud. Het jaar, dat merkt wel iedereen. We gaan er kris en kras doorheen. Genoeg gezeurd, nu constructief, want Almelo is positief. Nou, we hadden cultureel een prachtig stukje volkstoneel. Een eeuwfeest over toen, nu en toen. Met een leidraad van katoen. Ja, dat is waar. Van katoen en nu ontroerde menig individu. Met z'n allen aan tafel, een geweldig idee. Menig één prikte zelfs twee vorkjes mee. Ja. 10.000 Almeloers gingen het zien. En voor al die vrijwilligers, jullie krijgen een 10. Het jaar, dat merkt wel iedereen. We gaan er kris en kras doorheen. Almelo had ook succes met zijn eigen zangprinses. Heel Europa kon het zien. Ze zat snel bij de eerste 10. En toen ze in de finale kwam, toen was het hek pas goed van de dam. Een Almeloze coryfee, Ilse, eindigde op 2. Almelo is om het stoplicht vermaard. Maar zet ons land wel in heel Europa op de kaart. Almelo is ook weer op zijn dunst als het gaat om het beheer van kunst. We hebben te veel. We raken het niet kwijt. Ook het nieuwe stadhuis biedt geen respect. Dus 1700 kunstwerken, ooit duur betaald, worden straks de Twente milieu opgehaald. Oh. En je kunt er slechts naar gissen wie die dingen ooit zal missen. Het jaar, dat merkt wel iedereen. We gaan er kris en kras doorheen. We komen bij het einde aan. Ik zie de eindstreep hier al staan. Maar ik wou één ding nog wel kwijt. En dat betreft een heel opvallend feit. De kerstboom. Ja, was nu stralend wit. Het is het MKB dat hierachter zit. Eindelijk weer de goede sfeer. Maar het tekent ook een ommekeer. Zodra de VVD het college verlaat, is er minder blauw op straat. Tot slot. Pieternel en Thomas Vaar wensen u allen een gelukkig nieuwjaar!